Een website is pas compleet als er op een of andere manier contact kan worden opgenomen. Natuurlijk kun je dan een telefoonnummer vermelden, maar veel mensen reageren liever per e-mail of via een formulier. Je kunt zo'n contactformulier maken met Google Formulier. Hoe dat werkt, zie je in een aantal how-to's. Surf naar docs.google.com slash Forms. Zo kun je de hele templategalerij in beeld brengen. Je kiest voor de template contactgegevens. Voor we het formulier maken, kijken we naar de opmaak. Via het palet kun je het thema aanpassen. Je kunt een afbeelding in de kop plaatsen. Dat kan een bestaande zijn. Maar je kunt er ook een gebruiken van je Google Fotos. Of zelf een afbeelding uploaden. En het gedeelte aangeven wat je in de kop wilt zien. De achtergrond pas je aan door een themakleur te kiezen. Via de plus kun je uit meer kleuren kiezen. Klik op toevoegen als je je keuze hebt gemaakt. Daarna kun je een achtergrondkleur kiezen die gebaseerd is op de themakleur die hierboven is geselecteerd. Als je hier een andere kleur kiest verandert ook de keuze voor de achtergrondkleur. En je kiest een letterstijl. Voor een website lijkt me formeel of eenvoudig geschikt. En via het kruisje sluit je de thema-opties. Als je wilt bekijken hoe het formulier er tot nu toe uitziet, klik je op deze knop. Zo kun je het eventueel wijzigen. Via deze knop kun je instellingen aanpassen. Je kunt de e-mailadressen verzamelen. Maar denk hierbij goed aan de regels van de AVG. De respondent, dus de persoon die het formulier invult, kan zelf aangeven dat hij een bevestiging krijgt, maar je kunt het ook zo instellen dat het altijd gebeurt. En verwijder het vinkje bij beperken tot één antwoord. Als je dat niet weghaalt is het contactformulier alleen te gebruiken door mensen die zijn ingelogd bij Google. Voor een contactformulier zijn de onderste twee opties overbodig. Bij presentatie kun je onderaan een bevestigingsbericht invullen. Het overige is niet van toepassing. Je kunt de kop van het formulier wijzigen en een toelichting geven bij formulierbeschrijving. Tot zover deze eerste auto over het maken van een contactformulier met Google Formulier. In de tweede wordt het formulier gemaakt.